We beginnen meteen met deze twee vrouwen. Ze werken heel duidelijk samen om op slinkse wijze een portemonnee te stelen van een mevrouw die aan het winkelen is in de HEMA. Dick, hoe ging dat precies? Ja, de vrouw liep op woensdag 1 juni in de HEMA in de Herenstraat in Rijswijk. Ze had ook een kind bij zich die in de buggy zat. En onderin de buggy lag ook haar portemonnee. En dat is gezien door deze vrouwen die zogenaamd ook aan het winkelen waren. Ja. Nou, we gaan meteen maar even kijken. Hier komen die twee de HEMA binnen. En al vrij snel zijn ze dan in de buurt van die moeder die kinderkleding staat te bekijken. En mogelijk zien ze dan hier dat haar portemonnee onder in die buggy ligt. Ze doen dan net of ze ook heel geïnteresseerd zijn in de kleding. En ze blijven toch een beetje bij die vrouw in de buurt staan. Ze vragen zelfs ook nog iets over de maten van de kleding. En dan bukt er een van de vrouwen alvast om zogenaamd onderin de schappen te kijken. En als die mevrouw dan even wegloopt, ja, daar is dan die kans. Ze doet een greep in die buggy en dan haalt ze de portemonnee eruit. En ja, weg is die en weg is zij. De andere vrouw die zorgt dat die moeder nog wat afgeleid blijft en die volgt dan haar hand langs er een paar seconden later die winkel uit. Dick, nou, dat ging zo gesmeerd. Je zou denken, dat hebben die vrouwen vaker gedaan. Ja, het kan zomaar zijn dat ze dit vaker hebben gedaan. We willen dan ook de mensen vragen, als ze gaan winkelen, echt alert te blijven op hun eigen spullen. En om goed te kijken of ze deze vrouwen ook wel eens in hun buurt hebben gezien. Ze zijn allebei licht getint en zijn zo'n 20 à 25 jaar oud. Ze staan er op verschillende momenten goed op en we horen het natuurlijk graag als iemand ze nu herkent. Ja, in dat geval kunt u bellen met de gratis opsporingstiplijn op 0800 60 70. Zegt u liever niet wie u bent, dan is er ook meldmisdaad anoniem en dat is 0800 7000. Ja, en op onze site, dat is teamwest.nl, kunt u ook een digitaal tipformulier invullen, zowel direct naar de politie als naar meldmisdaad anoniem.